daar was maar weer wat, zegt die pauze. Jongen, jongen. Wat zullen we doen? Oh ja, we gaan een beetje naar voren werken. Hè? Dus we gaan die schaduwkleur voor hier maken. En we gaan dat grijzige hier doen. Nou denk ik dat als ik begin met deze schaduwkleuren. Dat ik die dan wat lichter kan maken voor de lichtere delen. En dat we dan al heel veel vliegen in één klap hebben gepakt. Maar dat weet ik niet. Het is, ik moet eerst zorgen dat ik bij dat grijs kom. Dus ik pak wat ultramarijn. Dat is natuurlijk veel te blauw. Dat is logisch. Dan gaan we er wat, hoe heet dat spul doorheen gooien. Carmijn. Ik wil gewoon een grijs hebben. Hè? Dus ik ga gewoon even aftasten. Kijk eens hoe lekker. Hè? Dat wordt een mooie donkere kleur. Eigenlijk, ja, heel donker paars natuurlijk, hè. Maar nu komt het. Ik ga er wat geel doorheen gooien. Dus ik ga nog niet te snel over naar wit. Want geel moet ik er ook doorheen doen. Ik moet een grijs. Ik moet drie primaire kleuren door elkaar. En dat geel, dat maakt de kleur natuurlijk ook al lichter, hè. Dus we gaan nou eens kijken. Nou, hij kantelt toch wel nog erg naar groen. Kortom, het aandeel rood mag misschien nog wat groter. Maar dat is ook even afhankelijk van wat ik daar zie. Ja, dat is daar ook wel zo. Dus het is een heel donker grijs. Wat je hier ziet. Even weer wat karmijn erdoor. Nou, en nu ben ik wel in het stadium dat ik denk, ik vind het erg lastig in te schatten of ik nou goed bezig ben. He, dus ik ga hem ietsjes lichter maken met wat wit. Anders dan heb ik echt totaal geen idee waar ik mee bezig ben. Kijk, dus klein beetje wit, niet te veel. Ah, kijk eens. Dus het heeft toch nog wel een vrij, ja, een beetje paarsig-blauwige ondertoon. Maar dat is goed. Het is ook niet onaardig, denk ik. Kijk, dat kan wel als basis. Nou, wat geel erdoor. Zou dat te veel zijn? Oei, 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 ik ben benieuwd. Het valt nog mee. Kijk, dan wordt hij net weer wat grijzer van, hè? Kans is groot dat hij nog steeds veel te intens is, trouwens. Dus ik ga even checken. Ja. Nog wat geel. Voorzichtig opbouwen. En weer wordt hij iets saaier, iets grijzer. Gaan we weer kijken. Ja, dat is, dat komt in de buurt, maar het is iets te donker sowieso nog. Dus ook even een tikje wit. Voorzichtig weer. Ja, want het mengen van kleuren, je let op kleur natuurlijk, maar je let ook vooral op toonwaarde, dus hoe licht of hoe donker de kleur is. En dat is bijna nog belangrijker. Ja, dat is belangrijker dan de kleur zelf. Kijk. Oh, mooi. Ja. Ja, dat is. Nou. Hier verandert de kleur eigenlijk iets. Hier wordt hij nog iets lichter daarbovenin. Hier is hij iets donkerder. Nou, doen we dat toch. Maak hem daar iets donkerder. Normaal, voor zover ik natuurlijk soms normaal ben. Nee, maar normaal gebruik ik voor het maken van grijze, gebruik ik eventjes altijd wat ultramarijn en gebrande omber. En dan maak ik hem op die manier, maak ik een grijs. En dit zijn even wat meer stappen. Nou heb ik hem iets te licht gemaakt. Mooie mysterieuze kleuren, hè? Dat is juist het leuke ook van grijzen. Dat zijn kleuren met veel meer diepgang dan wat je net zag met dat groen. Zo van dat paf. Die grijzen, als je dat zo op je palet ziet, dat zijn hele mooie, mysterieuze kleuren. Oh ja, dan moesten we nog die iets... Nou, dan maak ik even alsnog eentje aan. Ook weer even zo'n grijs. Voor dat lichtere grijs. Anders heb ik niet genoeg van die. Dus ik maak gewoon even weer wat grijs los aan. Kijk. Plet, plet, plet. Nou, dat is toch een lekker kleurtje. Voor als basis. Hier misschien soms her en der heb je nog wat lichtere stukjes. Ja, nou dan maak ik die lichter is misschien niet het goede woord. Ja, ook iets lichter, maar ook ietsjes roder. Dus ik doe daar een klein tikje geel extra in. En een klein tikje karmijn. Crimson. Oh, dat is misschien wel weer erg veel. Ach jee. Nou, het komt goed. Dus
Misschien met ietsjes wit. Ja, dat is goed. En dan nu ik toch bezig ben. En maar kijk eens wat een mooie kleurenharmonie. Hè? Dat is dus door dat grijs, dat bindt kleuren met elkaar. Kijk, hier heb je hele harde kleurcontrasten. Omdat er geen grijs zowat in zit. Nou, hier dit is gewoon knalblauw, knalrood, knalgeel. Weet je wel? Dus dat zorgt voor grote kleurcontrasten. Maar wij maken hier juist kleuren met weinig kleurcontrast. Ik heb nog even wat extra ultramarijn nodig, want ik ga ook dat groen dat je daar ziet, ga ik ook nog even maken. Dat groen heb ik al neergezet. Nou, dan was ik vergeten. Oké, nee, dan hebben we het zo. Niemand zegt ook wat tegen mij, hè? Eerst maar eens hier dit schaduwtje, dat is een wat blauwiger ding. Ik leun even op mijn ding, op mijn papier, omdat ik dan wat steun heb. Dat is even wat makkelijker schilderen. En met acryl kan dat wel. Omdat acryl zo snel droogt natuurlijk. Hè? Dus dat is allemaal droog waar ik hier nu op leun. Dus ik teken eerst die donkerdere stukjes er even in. Nou, hier heb je eigenlijk... Eigenlijk zijn dat wat andere kleuren weer. Maar ik hou het simpel. Ik breng dit gewoon. Doe ik ook even in dezelfde kleur. Vaak is het ook juist mooi hè, om dingen een beetje te versimpelen. Dat is ook voor de kijker prettig. Dan heeft het een bepaalde harmonie. Ja, dus dat zijn die hele donkere stukken die ook iets meer blauw bevatten. Hier wordt het eigenlijk allemaal ietsjes lichter. Dus ik doe dit een heel klein beetje zo. Dan kan ik er zo met een lichtere kleur nog overheen. En dan heb je hier nog wat van die inhammen waar het in het donkerste stuk het donkerst is. Dus nou, dat doe ik even zo. En ook al zie ik daar andere kleuren dan wat ik er nu op smeer op sommige plekken, kan mij niks schelen. Het gaat mij om het totaalbeeld straks. En ik ben al lang blij als het er straks een beetje logisch uitziet. Dat is waar het me om gaat. En ik wil vooral de atmosfeer erin. De atmosferische diepte, dat vind ik het leukst. Nu hier aangekomen, doe ik een beetje zo in de richting van die groeven. Die je daar ziet, doe ik een beetje zo. Huppakee. Dit is niet de definitieve kleur, want die andere kleur komt daar zo meteen een beetje doorheen. Dat ga ik nu dus doen. Ik maak even mijn penseel een beetje schoon. Ga ik met die wat lichtere schaduwkleur, wat ik daar allemaal wou gebruiken. Hè? Dus hier. Kijk eens hoe leuk. Zo is dat toch heel raar. Zo kun je niet geloven dat dit goed gaat komen. Hè? En dat heb ik ook hoor. Dus dat is niks geks. En dan ga ik het hier even een beetje door elkaar. Een beetje zo dat donkere. Ja, een beetje daar. Niet zo'n harde scheiding. Hè? Dat het gewoon een beetje zo zachtjes in elkaar overloopt. Zo. Ja, dan heb je eigenlijk nog wat van die groeven. Maar goed, dat is misschien beter om dat straks even te doen. Langs het gras op. Hier heb je ook nog wat van die donkere riggels. Die kan ik wel vast doen. Hier nog her en der. Daar nog eens een keer zoiets. En deze grote vriend. En daar, huppakee. Even, hè, dus daar heb ik die donkere schaduw gezet. Maar daaromheen doe ik nog een klein beetje van die lichtere op sommige plekken. En misschien zelfs ook eventjes een mengkleur van beide er nog eens tussen. Om het een beetje met elkaar te verbinden. Zo. Goed. En hier heb je ook her en der van die steentjes en dingetjes. Waardoor er wat van het schaduwgerommel komt. Maar misschien is dat handiger om dat zo even te doen. Als ik dus dat met het grijs aan de slag ben geweest. Maar goed. Ja, ik ben een beetje eigenwijs natuurlijk, dus ik ga gewoon toch door. Zo ben ik. Maar goed, je moet ook altijd wel naar je ingevingen luisteren. Hè? Dat is heel belangrijk. Dus je kunt nog zoveel leren.
ingevingen die je hebt ook altijd volgen. Als ze logisch lijken. Want die ingevingen, hè, dit komt ook een soort voort uit inspiratie. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je zodanig zin hebt om ermee door te gaan en zo. Dat de rest eigenlijk vanzelf ontstaat. Je hoeft niet alles op een bepaalde manier te doen. Er zijn heel veel manieren waarop je een schilderij kunt opbouwen. Nu ga ik even dus met die grijzere kleur aan de slag. En die, als het goed is, ja, zie, die is net ietsjes donkerder dan dan het grijs van mijn papier. Maar, en, nou, dit is bijvoorbeeld zo'n dingetje, daar had ik niet eens aan gedacht, maar ik ga het een beetje stippelig schilderen. Ik laat dat grijs van het papier her en der gewoon een beetje erdoorheen komen. Dat bedoel ik nou, hè. Dus dat zijn van die dingen, terwijl je aan het doen bent, zie je dat pas, denk je daar pas aan, kom je daar op en dan gebruik je dat. Misschien hadden anderen dat al veel eerder bedacht, maar ik had het nou ineens in de gaten. Ik denk, hé, dat komt makkelijk uit. Hier ook, als het goed is, zie je die toonwaarden liggen relatief. Hij mag ietsjes lichter. Het is mooi als die... Als dat groen en dat grijs een beetje bij elkaar in de buurt liggen. En waarom zeg ik dan, hij mag iets lichter? Nou, dat grijs gaat wat donkerder opdrogen. Want acrylverf droogt altijd iets donkerder op. En daarom bracht ik hem even gauw ietsjes richting... Of maakte ik hem ietsjes... ietsjes lichter. Want anders was ik bang dat er hier een hele harde scheiding tussen dat groen en dat grijs zou komen. Zo, dus een beetje kriskras zo rommelen. Dus eigenlijk expres niet te precies. Hier kan straks eigenlijk ook nog wel wat groen of zo. Nou ja, zo belangrijk is dat allemaal niet. Ik ga gewoon eventjes door. Zo. Hier krijgen we hier nog dat riggeltje. Dat alles hier zo naar beneden riggelt en rachelt. Oké, laat het maar een beetje... ontstaan. Zie, en daar loopt zo'n randje, die moet ik even uitsparen. Een randje waar je leuk overheen kan lopen, hè? En dan kun je leuk zo'n selfie maken daar op die rotspunt. Even kijken, even iets bruiner wil ik het hebben. Dus ik pak even wat karmijn en een klein beetje geel en dat meng ik hier even een beetje door elkaar en dat mix ik eventjes een beetje door mijn mengsel heen, door mijn grijs. Niet door het hele mengsel, maar een stukje. Want dit wil ik net ietsjes warmer hebben, dat het iets meer naar ons toe komt. Zie je dat? Dit stuk. Zo. Hoppakee. Dus, misschien overdrijf ik het iets. Vind ik niet erg. Het idee is dus zo, dit is daar. Dan pak ik even die iets lichtere kleur die ik al had gemaakt. Die is wel leuk om die ook her en der nog zo even er toe te voegen. Omdat ik nu dus expres die uitsparingjes maak, heb ik minder eigenlijk van die kleur nodig dan ik had verwacht. Want het begint er al een beetje steenachtig uit te zien. Maar zo her en der is het wel leuk om dat even te doen. Hè? Gewoon een beetje zo slordig. Even zo'n beetje er doorheen. Niet te precies. En hier ook eens af en toe. Ja, hier heb je eigenlijk zo'n mooi stukje met van die groeven die zo komen. Die vallen bij mij eigenlijk, ja. Ik kan het wel hier doen. Ook. Kijk, zo. Zo mooi. Maar nou dwaal ik weer af. Eventjes gewoon doorwerken. Zo.
Nu pas ik gewoon de kleuren die ik heb een beetje aan. Om eventjes wat extra variatie te maken. Bijvoorbeeld voor hier. Dit stuk is ietsjes donkerder. Oh, dat is wel erg donker. Ik krijg een beetje dit, hè. En dan komen zo nog lichtere stukken doorheen. Ga ik dit er weer inzetten. Zo, dan zie ik hier weer eens een donkere schaduw. Dus hier ook, ja. Even die groeven er een beetje in. Gewoon een beetje die richting. Nou. Dan heb je dat fijne paadje. Die is wat lichter, hè? Dus dan ga ik die nu even met wat lichtere verf erin zetten. Zo. Misschien mag ik hem... Zal ik hem nog iets overdrijven? Laat ik het maar doen, hè? Want, ook weer... Het mag best een beetje afsteken. Dat is juist wel leuk. Daar zie ik ook nog een beetje zoiets van dat. Ja, dat is nu een beetje een raar stukje geworden bij mij. Wacht, dat moet ik even verklaren. Dit regeltje ligt meer onder, dus die krijgt iets meer blauw. Zo, en ik kan dit ook even laten afsteken door te zeggen, hier loopt de schaduw zo. Hupsakee. Dan heeft het ietsjes meer logica, hè? En doorwerken, hè? Ho, ho, ho. Kijk, we zijn er nog niet. Oeps. Hier wil ik het eigenlijk even anders aanpakken. Even dit weer een beetje restaureren. En dan maak ik het daar de hoek om. Net even wat donkerder. Zo. Dat je wel een beetje ziet dat dat een kantelpunt is. En hier onderkant eventjes iets laten afbuigen. En dan donkere schaduw hieronder. Zo. Zoiets, hè. Dat is... Dat is het begin. Dus dat is leuk. Want het gaat erom. We bouwen het rustig op. En we gaan gewoon steeds ietsjes meer detail toevoegen. Nou is het wel leuk om even. Nou bijvoorbeeld. Die donkere kleuren hier. Er eens in te gaan zetten. Want. Dit ziet er nu bij ons heel donker uit. Maar dit wordt nog veel donkerder hier. En dat kunnen we ons nu haast niet voorstellen. Omdat dit nu een beetje hetzelfde is als dat. Snap wat ik bedoel? Dus ik maak even een heel donker kleur aan. Dus ik pak even wat Phthalo, of nee, ultramarijn. En een beetje karmijn. Dan krijg ik al een hele mooie donkere kleur. Misschien moet er ietsje geel door. Wordt hier wat minder paars. En dan ga ik gewoon eens kijken... Hier is mijn donkerste stuk. Dat is eigenlijk bijna zwart, dus dat doe ik zo. En dan gaat het een beetje zo. Dan heb je hier nog wel vrij donker. Daar wordt het eigenlijk al wat lichter. Hier zo. Dus klein beetje wit. Klein beetje geel. Dat mag iets bruiniger worden. Dus even het aandeel rood en geel toch iets groter. Zo. Kijk eens, maar het is nog steeds een hele donkere kleur. En die loopt dan een beetje zo hierheen. Dan heb je hier onderin. Kijk dus nu gewoon naar de vlakken die ik zie, hè, qua licht donker. Dit loopt zo. Oh, hier heb ik ook even
die. En dan krijg ik deze erachter. Daar is het donkerste stuk daarvan. Dan heb je hier nog het donkerste stuk daar. En hier onderin bungelt ook nog een beetje iets donkers. En dus dat ziet er nu natuurlijk heel gek uit. Maar nou gaan we die wat lichtere, donkere kleuren eromheen zetten. Even kijken. Dus dan, ik pak gewoon wat van dit mengsel. Wat maakt mij het uit? Om hem lichter te maken. Hè? En dus die donkere kleur wordt nu iets lichter. Maar dan moet die bijvoorbeeld voor hier moet die bruiner worden. Nou, dan gooi ik er extra rood en, en geel doorheen. Ga ik eens kijken. Kijk, mooie donkere kleur. Ja hoor. Hup, eromheen. Half er doorheen kan ook wel. Zo zie. Hier. Dat is een mooie donkere kleur. Hier ook. Hij mag trouwens misschien nog wel iets donkerder. Zal ik het gewoon eens doen. Even nog wat magenta erbij. Nee, karmijn en wat geel. Zo. Hier nog net iets donkerder zo. Dat is leuk. En ik veeg een klein beetje door die andere kleuren heen. Maar zie, dat is dus leuk, hè? We zijn nu lichte kleuren in de schaduw, relatief licht. Als je door je oogharen kijkt, is het één groot donker vlak. Maar, dat is eigenlijk dus wat ik ermee wil zeggen. Laat je niet foppen, maak het dus niet te licht. Want het is allemaal schaduw. Hier nog een beetje. En dan gaan we naar de nog iets lichtere partijen toe. Bijvoorbeeld hier. Dus ik doe iets meer geel, iets meer karmijn. Het is een wat, een beetje rood-bruine kleur zit daar zo in de diepte. Dat zet ik er eerst maar eens in, hier zo. Dus het is bijna niet te zien, denk ik, op de camera. Maar dit heeft daar iets, iets roods, kijk. Zo. Hier wordt het wat lichter. Ietsjes lichter, een beetje lichter bruin. Kijk, doe ik het even zo. En dat geldt hier ook. Daar wordt het net ietsjes lichter daar onderin, zo. En dan zit er hier nog iets. Dat is echt wat lichter. En dus dat is zoiets. Daarheen. Hier nog wat lichters. En dan nog lichter. Het bevat wat meer geel. Misschien even kijken hoor. Het mag nog iets lichter. Maar ook hier geldt eigenlijk weer net als met kleur. Liever niet te overdreven eerst. Je kunt het altijd nog aanpassen hoor. Als het meer overdrevener moet. Als je denkt, nou in mijn schilderij mist wel het een en ander. Dat gaat hier straks gebeuren. Want dit is nu, dit is eigenlijk heel vaag. Maar het kan ook zijn dat dat juist mooi is. Want eigenlijk gebeurt dat hier ook. Dat is ook een van de redenen waarom ik de foto leuk vond. En hem heb uitgekozen. Dat heilige. En waarschijnlijk wordt dat effect versterkt als dit erin staat. Dat kan ik nu dus eigenlijk nog niet beoordelen. Dat is wat ik constant ook wil zeggen. En dat geldt nu ook hier, want dit ziet eruit als allemaal donkere derry. Maar als we dat groen erop zetten zo meteen, dan gaat het natuurlijk hopelijk wat logischer uitzien. Hè? En dat blijft de truc met tekenen en schilderen. Ja, vooral met schilderen dus, omdat je dus met kleur werkt. Ja, met tekenen kun je natuurlijk ook met kleur werken. Maar het gaat er dus om. Gooi het niet in de container. Zolang je nog niet precies, nog niet het hele overzicht hebt. Ik ga even nou een beetje gauw door hier, want ik sta heel veel te kletsen. Er moet ook wel iets gebeuren, hè. Normaal als ik zelf in mijn eentje schilder, dan had ik dit schilderij al 10 keer klaar. Maar ja, dat is
je staat te kletsen en te doen en dan gaat alles toch een stuk langzamer natuurlijk, hè? Zoiets, hier nog een beetje. Goed. Nou ga ik dat groen daar eens opzetten. Wat heb ik hier gedaan? Oh ja, dat komt omdat ik daar dus... Ja, hier zit ik op mijn tape eigenlijk. Dus eigenlijk doet dit er niet toe. Maar kijk, dat misleidt me wel. Dan raak ik toch in de war. Dus ik maak het maar gewoon even donker. Dan heb ik daar minder last van. Anders word ik gek. Zo. Zie je, dan weg ermee. Oké, nu dat groen dat daar bovenop ligt. Even penseel schoon. En het zijn kleine kleurvlakjes, hè. Maar kijk, daar gaan we weer, hè. Dit groen, dat is gewoon een heel erg grijs groen. Er zit eigenlijk heel weinig kleur in. Dat kun je zo eigenlijk al wel inschatten. Dus als het grijs is, waarom pak ik dan niet gewoon hier een grijs van mijn palet? Check ik eventjes toonwaarde. Ah, te donker. Oké. Lichter maken. Ja, dat is goed. Nou moet die wat groener worden, hè? Nou, doe ik er een heel klein beetje geel door. Heel klein beetje ultramarijn. Bouw ik het heel voorzichtig op. Kijk eens, grijs dat net iets naar groen kiept hebben we nu, hè? Ga kijken. Aha, ik kom eigenlijk al aardig in de buurt. Nog een klein beetje ultramarijn, heel weinig. En nog een klein beetje geel. En nu is het wel zo dat mijn kleur dus weer wat donkerder wordt. Omdat ik dus ultramarijn heb toegevoegd. Maar kijk, ik zit nu aardig in de buurt. Dus ik maak hem weer iets lichter met wat wit. Een klein beetje geel. Ga ik weer checken. Nou, het mag nog steeds ietsjes. Zo dan. Bijna hoor. Kortom, mijn grijs wordt steeds iets minder grijs. Er komt steeds ietsjes meer kleur in. Net zolang tot ik tevreden ben. En als ik tevreden ben, dan moet ik hem ook weer even op toonwaarde krijgen. Dus dan moet hij dus iets lichter worden. Een beetje wit. In dit geval. Kijk. Voilà. Dat kan ik beter zo doen. Dat is niet onaardig, hè? Nou, dat kun je haast niet voorstellen, maar goed, we hebben het onderzocht. En daarom is zeker als je nog niet zo lang schildert en je wil een beetje realistisch achter schilderen, wat ik zelf ook altijd leuk vind. Ja, dan is het wel belangrijk dat je heel veel jezelf controleert, hè, met kleuren checken dus. Nu kunnen we zeggen, oké, we hebben dat grijs. Ik ga dat grijs, dat ga ik hierheen doen. Want dat is een mooie basis voor de rest van het groen. Hè? Het is gewoon een grijs, maar ik heb dus weer wat van het grijs gepakt, van dit. En het is dus qua toonwaarde is het wat donkerder dan daar. En dat klopt ook wel aardig. Hij is iets te donker nu. Zal ik er nog iets wit doorheen doen? Maar ook dan, maar daar mag wel iets meer groen in komen, hè? Want dat is wel alweer iets groener. Dus ik ga iets meer ultramarijn erin kieperen. Kijk. En wat geel. Maar ik gebruik gewoon dat grijs als basis. Waarom niet, hè? Je kunt het gewoon... Oh, nou gooi ik er wel heel veel geel doorheen. Nou, misschien komen we er nog mee weg, hoor. Ik ga eens kijken of dit al een beetje in de buurt komt. Nou, het mag nog ietsjes intenser, iets blauwgroeniger. Iets meer blauw en een beetje geel dus nog erin. Kijken we weer eventjes. Nou, sowieso voor daar is het mooi. Dus ik zet het gewoon hier als schaduwkleur er al even in. Dat hebben we maar vast gehad. Dat geldt eigenlijk ook voor deze kant van die heuvel. Weet je wat? Hup. Het is gewoon schaduw, graspollen. Wat kan ons het schelen? Hoppakee. Hier is het eigenlijk nog iets donkerder daar. Hè? Nou, dan pak ik gewoon even een beetje donkere kleuren gauw aan mijn penseel. Hup. Even nat en nat er doorheen een beetje zo. Hups. Hebben we dat maar vast gehad.
Daar zaten we natuurlijk al erg tegenop te kijken. Ik zeg maar wat. We gaan gewoon verder. Ik ga hem dus nog iets intenser van kleur maken. Dus wat geel erin. En nog wat blauw. Hups. Zouden we er al zijn? Zouden we er al zijn? Ik ben benieuwd. En op het papiertje, kijk. Ah, dat is niet zo verkeerd, hè? Hij mag ietsjes lichter, met wit ook. Dus dat hij ook ietsjes, iets suffer wat, zou ik maar zeggen. Misschien heb ik het nou weer te veel overdreven. Nee, kijk eens. Mooi. Zet het er maar op. Leuk, hè? En nu zie je me trouwens dus met penseel mengen. He, dus niet met het paletmes. En dat kan gewoon omdat het gaat hier om relatief kleine stukjes. Het is niet zo, zijn niet van die grote vlakten zoals de lucht. Bovendien hoef ik hier niet zoveel nat en nat te werken. Eigenlijk haast niet. Nou zal ik even hier dit een beetje met elkaar verbinden. Dus door die kleuren een beetje nat en nat door elkaar nog te mengen. Hier, dat kan nog wel, zie. Dat gaat wel. Hier wordt het weer ietsjes grijzer. En heeft het iets meer blauw in zich, dat groen. Dus voeg ik gewoon wat ultramarijn toe. Kijk, dat is... Oh, hij moet ook iets lichter. Zo. Dat zie je hier ook. En het is dus hier. Oh ja, dus hier bij dit heuveltje. Nog iets blauw erin, zo. Hier ook. Het is misschien iets te grijs. Maar is dat erg? Voorlopig is dat niet erg. Laat het maar even zo, we zien het wel. Dan. Is het wel leuk om dus, nu ik toch dit soort kleur hier heb, dat kan ik hier nog wel voor gebruiken. Ik gooi er gewoon even nog wat ultramarijn bij. Zo, huppakee. En nog wat geel. Maak hem iets intenser. Kijk, een beetje zo dit soort kleur gaan we proberen te benaderen. Dus iets meer geel. Klein beetje wit om de boel weer wat lichter te maken. En ook tegelijkertijd iets saaier te maken. Want ook wit maakt je kleur dus saaier. Nou, kijk eens. Dus even maar weer dat we hier een verbindingskleur hebben. Dat zie ik een beetje zo lopen. Zie je wel? Huppakee. Hier, zo. Oh ja, en dus bloemetjes en al die dingetjes. Ja, die kunnen we er gewoon overheen zetten. Hè? En we bouwen het nu gewoon. We bouwen eerst die kleurvlakken zoveel mogelijk op. En als we dan daarna, als we dat hebben gedaan. En dan denken van, oh, daar wil ik toch nog iets extra detail. Dat kan dus altijd nog. Maar eerst zoveel mogelijk het geheel. Nu wordt het hier onderin net iets bruiner. Dus ik voeg wat, hoe heet mijn spul, karmijn toe. En een beetje geel. Ik zal het niet te veel willen moeten overdrijven. Maar kijk, zie je dat het dan wat bruiniger wordt al? Ja, dus het krijgt een wat andere... Het kiept een beetje een andere kant op. Het mag nog iets overdreven worden. Nog wat geel. Nog iets karmijn. Zo. Even door elkaar mixen. Even een beetje de toonwaarde ook zorgen dat die ongeveer gelijk is aan wat we al hebben. Kijk, dus dat is dit. Ja, daar was ik al bang voor. Hij is toch nog iets te donker. Dit, kijk. Is net ietsjes bruiniger. Zet ik er gewoon zo even langs. Hier, zie. En gewoon een beetje zo schraperig, een beetje door elkaar heen werken. Kijk, dan krijgt het iets grasachtigs. En dat is de truc heel vaak bij grasdingen en zo. Hè. Het ligt verder weg trouwens. Deze kleur kan ik hier ook even leuk nog een beetje zo her en der er doorheen doen. Waarom niet? Kijk, dat kan wel. Maar daardoor krijg je al heel snel het gevoel dat je naar gras zit te kijken. Op sommige plekken misschien iets donkerder. Dat is gewoon de suggestie van gras. Maar die kunnen we dus makkelijk maken door die hele kleine details in kleur toe te passen. Kijk, ik zal ook hier dat groen maak ik gewoon nog even iets lichter.
En dan zoek her en der. Ga ik er nog even doorheen zoals hier. Kijk. Dat is een beetje te licht eigenlijk alweer. Het moet echt heel minimaal. Zo her en der kun je wel wat gras suggereren door gewoon wat van die streepjes en dingetjes zo te zetten. Dat is eigenlijk genoeg, hè? Dan wordt het al grasserig. Oké. Okay. Nu ga ik hier weer naar voren schuiven. Daar wordt het groen dus wat intenser. En heb ik ook wel wat meer groen nodig. Ik ga eventjes wat ruimte maken. Schoonmaken. La 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 la. Schoonmaken. Nou, laten we nu eens wat van dat fellere groen gaan maken. En wat mij betreft mag het zelfs ook nog wel wat overdrevener dan op de foto misschien. Laten we eens gek doen. Ja, ik weet niet hoor. Misschien vind ik dat ook... Meestal, als ik dat soort dingen roep, krijg ik er toch weer spijt van. En denk ik, nou, ik wil toch niet overdrijven. Wat we ook nog wel eens kunnen doen, dat is ook wel leuk. Zullen we eens kijken wat er gebeurt als we nou eens wat gele oker ook erbij leggen. En kijk, gele oker is een kleur die erg dekkend is. En dat is wel prettig eigenlijk, hè? Dat komt dus door het pigment, dat gele okerpigment. Wat gebeurt er nou eigenlijk als ik ultramarijn en gele oker met elkaar meng? Ik ben gewoon even benieuwd. Kijk, dan gaat hij al een beetje richting groen kieperen. Natuurlijk lang niet genoeg. Maar dan ga ik er ook nog gewoon extra geel in doen. Ik maak weer even wat verf aan natuurlijk, omdat het een wat grotere oppervlakte is. Maar wat gaat hier nu mis? Even checken. Papiertje. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje te donker om mee te beginnen. Nou, het kan voor sommige stukjes wel goed zijn. Hij mag wel iets lichter. Mag ook ietsjes karmijn nog door. Even dat groen een beetje afbreken. Dus alsnog was het vrij fel. He, ondanks dat ik er gewoon ultramarijn geel en gele oker er doorheen heb gegooid, was het alsnog redelijk fel. Maak ik hem iets lichter ook. Dat zorgt er ook voor dat hij iets van dat intense verliest natuurlijk. Even gewoon een basismengsel hoor. Want, en daar maak ik ook vrij veel. Want ik wil wat nuances kunnen maken straks. Je ziet... groen, je ziet iets meer oranje dingetjes er doorheen komen en dat soort dingen. Nou, dit is een mooie basiskleur in ieder geval. Dus dat is alvast dat. Dan maak ik eens een keer een... leg ik hier neer en wat... met wat meer rood er doorheen. Gewoon voor her en der. Gaat dat werken? Is dat iets? Ja. En dan nog zoiets... Even wat extra karmijn. Hier ga ik dan wat extra, oranje eigenlijk in doen. Dus karmijn en een beetje geel. Dus vooral veel geel, weinig karmijn. Want als je dus oranje wil maken met geel en rood, is over het algemeen dat rood veel sterker dan het geel natuurlijk. Hè? Dus het is niet, je kunt niet zeggen als ik oranje wil en ik wil geel en rood met elkaar mengen, dan is het niet 50-50 om het zomaar eens te noemen. Kijk, dat is ook een mooie kleur hè, voor zo her en der. We gaan het gewoon een beetje vrij aanpakken hoor. En dan nog wat rood, kom maar. Geel. Ik sta nu zo lang te kletsen dat op een gegeven moment dan gooi je alles door elkaar. Hè? Zo, kijk eens. Huppakee. Wel erg fel misschien. Nou, kan wel. Oké. Nou, zo heb ik gewoon wat dingen op mijn palet. Daar kan ik wel wat mee. Dan gaan we het een beetje vrij invullen. Maar eigenlijk wil ik dan ook... Ga ik die roze dingetjes, die bloemetjes toch ook maar even... Zal ik die kleur vast een beetje maken? Dat we dus eigenlijk... Je ziet op die roze bloemetjes... Zie je een lichte ding en dan zie je her en der van die donkere, donkere rondjes, hè? Die kunnen we natuurlijk in een later stadium het beste erop zetten. Maar die lichte dingetjes, dat zou wel vast kunnen. Dus ik pak gewoon wat van dat vieze mengsel dat hier ligt. Waar ook wel wit nog in zit. En dan gooi ik wat karmijn doorheen. En dan zullen we al heel eind komen. Kijk eens, hoe leuk. Maar ik zei al, mijn wit was al een beetje vies. Dus, en dat is goed, want we moeten die kleur natuurlijk ook... Die zal een beetje te sterk zijn. Maar kijk, dan krijgen we dat roze.
Nou, met dat pigment krijg je dus hele mooie rozes. Rozes. Ja, wat zal ik eens doen? Zal ik de lichtste variant aanhouden? Ja, hè? Weet je wat? Ik laat hem zo en ik laat hem ook even lekker fel. We zien het wel. Dat is niet het belangrijkste nu. We hebben nu veel grotere uitdagingen en dat is dat grasveld. Dus, hup, we gaan even aan de slag. En dan gebruik ik gewoon die basiskleur eerst maar eens. Om, ja, gewoon een beetje hier neer te zetten. Oh, het zit een beetje water in mijn penseel. Dat is niet goed, dan dekt het niet meer. En ja, ik hou een klein beetje die schets van die bloemetjes in de gaten. Daar ga ik een klein beetje omheen. Maar het is natuurlijk meer voor het idee. Hè, voor de banen die die bloemetjes ongeveer lopen. Nou ja, zo moeilijk is het ook niet om die er gewoon los op te schetsen. Zie, mijn groen is nu behoorlijk giftig als je het vergelijkt met die groene uit de achtergrond. En hier eigenlijk daarbovenop is het een wat blauwiger groen. Maak ik hem even iets ook lichter. Kijk, een beetje dezelfde toonwaarde en doe ik even gauw zo. Zie, daar komen natuurlijk ook nog bloemetjes op te staan. Maar dat vond ik wel even mooi om te doen. Maar dat bedoel ik nou, ik heb nu dus verf liggen. Ik kan snel schilderen, want ik kan alles de hele tijd pakken van mijn palet. En ik kan nu dus gewoon heel vrij schilderen. Dat is trouwens ook, dat is ook een beetje de truc van de losse toets, hè? Als je dus kijkt naar sommige schilders die met zo'n hele mooie losse toetsen schilderen. Vind ik zelf lastig hoor. Ik ben daar soms, wil ik het er precies doen, denk ik. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar die losse toets wordt meestal op het palet ook keurig voorbereid. Dus die schilders zijn gewoon op een palet, hebben ze mooie kleuren voorbereid. Maken ze allemaal klaar. En dan gaan ze schilderen en dan kunnen ze zo'n losse toets makkelijk doen. Omdat ze de voorbereiding al hebben gedaan. Dus nou, dit is allemaal gewoon een beetje zo om die bloemetjes heen. Wat doet het er precies toe? Zie je dat nu die zuigende dieptewerking een beetje begint te komen? Maar nou komt het. Nou gaan we her en der, een beetje net als op de foto, gaan we eens wat kleur er doorheen doen. Hè? Dus van die kleuren die ik hier heb op mijn palet. En dat doe ik een beetje zo in de richting van de, ja, een beetje zo grasrichting zal ik maar zeggen. Dus af en toe is een beetje zo. Maar je ziet, die kleur gaat haast naadloos over in wat er al staat. En dat is precies de bedoeling. Want we zien hier niet hele harde dingetjes, hele harde contrasten, hele harde, we zien niet elke stengel, laat ik het zo zeggen, elk grasprietje. Nee, we zien een beetje kleurgroeperingen. Dus dat doen we op deze manier. En dan ga ik eens een keer die wat chemischere groen die ik hier heb. Die is net iets meer mosterd, chemisch-achtig. Kijk eens, gewoon her en der zo. Dan gaat het een beetje vibreren, hè, je beeld. Dan gaat het pas een beetje werken. En als het goed is, ik ga straks vanuit de verte kijken en dan hoop ik dat dat ook zo is. Als het goed is, ga je dan dus ook echt dieptewerking krijgen. Dus her en der, laat je een beetje leiden door de foto. Doe je dit. Nu die nog iets fellere kleur. Kijk, her en der. Dat zit vooral hier toch wel in de voorgrond. En hier nog eens een beetje. Maakt ook niet zoveel uit. Niet te precies, gewoon zo op sommige plekken. En goed. En dit kun je heel makkelijk doen. Er kan eigenlijk haast niks misgaan, omdat die toonwaarden van die kleuren heel dicht bij elkaar liggen. En de kleuren zelf liggen relatief ook nog wel dicht bij elkaar. Het is niet zo dat het nou ineens heel verschillende kleuren ten opzichte van elkaar zijn. Nu ga ik even met zo'n rond penseel wat van die bloemenkleur er doorheen gooien. En dit zal er wel een beetje nep uitkomen te zien, want ik heb best wel fel. Dus eigenlijk moet ik hier een iets kleiner penseel misschien pakken.
Dus dit is gewoon niet schrikken. Het is de eerste laag van de kleuren. Gewoon doen. En later aanpassen waar het nodig is. Dus dit is gewoon... Ja, dat is eigenlijk ja, gewoon even doen. Hè? Gewoon even werken. En dan in de volgende laag kunnen we van alles daaraan gaan aanpassen. Kunnen we dat meer driedimensionaal maken. Maar we gaan nu gewoon die bolletjes hier... kijk, hier zie ik het dan meer als groepen zo bij elkaar. Ik zie het gewoon als kleurvlakken. Aan de randen laat ik het wel een beetje van, maak een beetje van die bolletjesbewegingen. Zo zie je wel. Her en der. Maar verder wordt dat toch iets voor in de volgende laag. Want daar moet nog dingen gebeuren. Die donkerdere dingetjes moeten erin. En nou ja, noem het maar op. Dus eerst maar eens die grote banen. Zo. Ik weet niet, ik wijk nou wel weer af van de foto. Maar goed, wat maakt het uit? Het gaat om het idee, hè? Ik hou me een beetje aan het idee. Dat is juist ook het leuke van landschappen. Zeker als je wel vaak dingen schildert die nogal precies luisteren. Zoals raceauto's. Of iets anders. Portretten misschien. Nou, dat, en dieren, dat luistert allemaal heel nauw. En bij landschappen... heb je wat meer vrijheid. Hè? Dan kun je eens een keer, daarom zijn landschappen gewoon ook leuk om te schilderen. Dat is iets... ja, dat is wat meer ontspannend. Wat dat betreft. Want gaat nou iemand zeggen van... hé, dat bloemetje staat niet op de goede plek? Dat denk ik niet. Of die boomtak die zit... die had net iets meer naar beneden gemoet of zo. Nee, dat gebeurt niet. Leuk, hè? Daar had het wel even behoefte aan, hè? Aan zo'n lekkere, lichte, frisse kleur erdoorheen. Dat zorgt nu voor, voor die dieptewerking meteen, als het goed is. Ja, ik hoop het, hoor. Ik ga straks uit de verte kijken en dan ga ik het zien. Maar uit de verte kijken, dat moet je de hele tijd doen, hoor. Als je tekent en schildert, heel veel naar achteren lopen... en vanuit de verte naar je werkstuk kijken. Ik kan dat nu minder goed doen, want als ik dat doe, val ik over allemaal snoeren en statieven heen. Omdat het gefilmd moet worden. Dus normaal als ik dat te schilderen, loop ik continu achteruit. En, want je zit dus bovenop je werk, je ziet elke penseelstreek en je moet het vanuit de verte zien, omdat vanuit de verte kun je pas beoordelen of het in zijn totaliteit eigenlijk werkt. Het totaalbeeld is veel belangrijker dan elk penseelstreekje goed. Ups, daar nog wat van die bloemetjes suggereren. Zo. Ja, misschien is mijn penseel een beetje aan de grote kant daarvoor. Ik zal even kijken. Hier kunnen we ook nog wel wat doen. Zo her en der. Zoiets. Even kijken, hoor. Oh ja, en toevalligheden. Hè? Dus ja, hier. Kijk, op de foto stopt het hier net voor de rand. Dat is ook een toevalligheid. Wat niet fijn uitkomt qua compositie. Maar daar hebben wij niks aan mee te maken. Wij bepalen alles zelf. Bovendien zit mijn rand sowieso een beetje op een andere plek. Dus het maakt ook niet zoveel uit. Oh ja, dat is ook nog leuk. Nou, dat gaan we zo doen. Even eerst dit afmaken. En zoals hier. Zorg wel dat je ook... de rand binnen, hè, dat de rand ook dingen afsnijdt. Dat het niet zo is dat alles, al die bloemetjes precies bij de rand stoppen. Dat wil je niet hebben. Dat ziet er raar uit. Hè, dus dat, zo dus. Zullen we meteen anders ook eens even die wat donkerdere variant doen? Ik denk dat het wel kan. Pak gewoon wat meer... van dat spul, karmijn, pak ik wel eventjes een wat kleiner penseel. Ik denk dat ik het best intens hou, dus
misschien zoiets als dit. Het is misschien iets overdreven. Ik zal er een klein beetje ultramarijn doorheen doen. Iets lichter maken misschien. Ga ik eens kijken of ik het met dit penseel een beetje zou kunnen doen. Het is wel erg donker. Kijk, hoe verder naar achteren, hoe lichter die puntjes ook mogen. Hè? Dus gewoon puntjes. Eigenlijk ga ik het zo doen. Ik heb nu een bepaalde kleur aan mijn penseel. Die ga ik her en der erin zetten. Zo. Maar ik ga ook op sommige plekken juist nog een wat donkerdere variant straks gebruiken. Of nog een wat lichtere. Zoals hier. Kijk. Daar kan straks wel wat meer detail in komen. Hè, her en der. Dat is wat dichterbij. Dus dan zie je wat meer. Zou ik maar zeggen. Oh ja, heb je dus geen karmijn, dan kun je dus magenta hier heel mooi voor gebruiken, voor van die roze kleuren. Hè? Dat is magenta met een beetje wit, eventueel wat ultramarijn ook erdoorheen dus. Wat ik eigenlijk bedoel, wat ik straks ga doen, ik zal het heel even kort laten zien, dat je vast een idee hebt. Als ik nou een donkerdere pak, kan ik weer een beetje langslopen. Kan ik zeggen, oké, daar zit het donkerste stukje bijvoorbeeld. Daar, zie wat er gebeurt. Maar dit is natuurlijk niet slim om dat nu te doen. Omdat het makkelijker is, als je eenmaal iets aan je penseel hebt, om daarmee door te gaan. Maar zie je wat ik bedoel? Dan krijg je dus steeds meer dynamiek, steeds meer diepte erin. Hoeven ook weer niet overal. Want juist doordat je het soms wel doet en soms niet, krijg je een soort, ja, krijg je dieptewerking. Nu zou ik juist weer die lichtere variant eens pakken. En dat gaan we dan hier een beetje doen, zo. Of weet je wat? Nog wat lichter. Gewoon even wat variatie erin. Maar het is verder weg, dus we zien het allemaal toch niet zo precies. Hupsakee, kijk eens. Doe maar gewoon een beetje zo. En dan kan hier ook her en der die kleur een beetje er doorheen. Nou, en misschien is het dus een wat overdreven kleur. Dat ga ik straks beoordelen of ik dat nou juist wel of niet leuk vind. Maar dat, ik denk dat het juist wel leuk is. Maar dat is dus een kwestie van pauze nemen en afstand nemen van je werk en dan ernaar kijken. Kijk, dat is goed. Hier aan de achtergrond ga ik zo even een beetje apart doen, een beetje los. Nu doe ik dezelfde kleur met nog een klein beetje extra ultramarijn. Dat we nog eens een variatie krijgen. Gaan we die ook nog eens even zo erlangs, kijk. Zie je wat er gebeurt? Het is net weer iets anders. En dus niet overal doen, gewoon ook die stukjes van je vorige laag juist expres laten staan. Want dat zorgt voor diepte, hè? Die lagen die met elkaar samen gaan werken. Nou eventjes die wat donkerdere stukjes. Hier is dat wat minder dan af en toe misschien is. Hier ook af en toe. Een wat donkerder stukje, zo. Oh ja, bij die bloemetjes die daar staan is het ook wel leuk, een beetje zo. Nou, hier. Hier even weer iets meer vorm erin zetten om dat het dichterbij is.
Zie, dat is leuk, hè? Even check, check, check. Ja. Gewoon doorgaan eventjes. Nou, daar in de verte zijn ze dus... is het verschil tussen licht en donker iets minder groot. Dus, en doe ik, of heb ik ook iets meer van dat ultramarijn voeg ik toe. Kijk. Iets blauwiger. Maak ik daar de verschillen gewoon wat minder groot. En daar trouwens in de schaduw zitten er ook nog een paar. Die kunnen we wel even doen. Maak ik even met redelijk wat blauw erdoor. Klein tikje geel ook misschien. Zo. Kijk. Dan heb je hier ook nog wat van die bloemetjes. Dus het is een beetje te licht eigenlijk al. Dus even iets donkerder maken. Zo. Kijk, dat is een andere koek. Ups. Dan komen we weer bij de lichtere aan. Zo, waar ze de rand omdraaien. De hoek om. Nou, gaan we weer. Dus ook weer iets detail. Niet te veel, want het is ver weg. Dus hou het een beetje simpel. Maar hier net zo die onderkant, dat het wat schaduw krijgt. Zoiets, denk ik. Dus ik maak dat roze even iets lichter. Ik doe er ook nog ietsjes ultramarijn door. En dan ga ik her en der juist eventjes wat licht erin brengen. Vooral dus aan de bovenkanten. Zie. Vooral hier in de voorgrond mogen ze best wat preciezer, zal ik maar zeggen. Nou, dan is het altijd natuurlijk zo dat nu lijken ze er allemaal zo bovenop te liggen. Maar ze worden natuurlijk, eigenlijk staan ze op sprietjes. En soms worden ze ook overlapt door kleuren uit de omgeving. We hebben die kleuren nog liggen. Dus een beetje her en der wat van dat groen. Zo. Wat sprieterig eroverheen. Maak je maar niet te veel druk over of het allemaal heel precies gaat. Kijk, zoiets. Gebruik je gewoon de kleuren die je hebt. Trouwens, sowieso, hier in de voorgrond kun je gewoon her en der nog weer eens met die andere kleuren even een beetje wat sprieterige dingen erin zetten, zie je wel. Nou, misschien ook eens af en toe een wat lichtere kleur. Niet te overdreven doen. Zoiets, hè. Een beetje de richting van die sprieten.
Hier wil ik het iets blauwer groen hebben. Zo tussendoor. Goed. Nou, zo zou ik het even laten. Dan neem je dus pauze, dan neem je afstand. Oh, weet je wat we nog niet hebben gedaan? Die vuurtoren. Daar stoppen we er echt mee voor deze keer. Die vuurtoren, die is eigenlijk... ja, die is ook bijna niet te zien. Hè? Die is bijna de kleur van de lucht. Dus je pakt gewoon een klein beetje ultramarijn. Een beetje wit. Een beetje geel. Zo, kijk, hebben we een hele lichte kleur. Even kijken hoor, voor die schaduwkant, hè. Dus dat is dit. Hou je even aan de vorm die je ziet. Misschien is die schaduwkant zelfs wel iets te licht nu bij mij. Maar dat kan me eigenlijk niks schelen. Ik wil niet dat die te veel de aandacht vraagt. Dan zie je nog een beetje dat rode ding. Maar wij zien dat dat rood is, maar het heeft haast niks met rood te maken als je het letterlijk bekijkt, hè. Dus een hele lichte kleur. En ook relatief grijs. Ga ik hem houden. Dus dat zit hier dan ongeveer. Kijk, dat is genoeg. Goed. Ietsjes donkerder mag wel zo. Zo vind ik het wel leuk, denk ik. En er staan nog wat dingetjes. Nou, ik hou het gewoon heel simpel. Gewoon dezelfde kleur. Kan ons het schelen. En nou komt even die lichte kant juist. Dus penseel even goed schoon. Wat geel. Of wit. Met een heel klein tikje geel. Als ik nog ergens geel kan vinden. Ja, hier. Ach, zie. Die geel is best heftig. Zo, zou dat te licht zijn? Het kan zijn dat het er ineens te veel gaat afknallen, maar we gaan het zien. Het valt nog mee, denk ik. Kijk, veel meer dan dat hoeven we eigenlijk niet te doen. Omdat als je kijkt naar de lichte delen, dan kan ik in het water ook wel wat van dit gebeuren meteen gebruiken. Dus hier op die golven even dat nog hè, met wat warm wit, dus met wat geel erin. Zullen we dat even een beetje herstellen? Even een extra laagje her en der weer erop. Zie, en dat warme wit met dat wat meer geel erin. Dat komt meteen wat meer naar je toe. En, maar je maakt gebruik van wat er al staat. Hè? Dus die onderste lagen laat je elke keer, kun je er doorheen laten komen. Zo. Ik zie nog één ding wat ik ook nog leuk vind om te doen. En dat is eigenlijk hier aan die zijkant. Daar steekt hier net eens een keer zo'n dingetje uit. Zie? Zo'n stukje waar het dan wat licht is. Daar misschien nog eens. Hier bovenop. Ook iets van dit. Kijk, dat mag wel. Een beetje kleur erin. Zo. Maar nu stop ik ermee. De volgende keer maak ik nog een paar kleine aanpassingen. Maar de basis staat er al. Hè? Zoveel hoeven we niet meer te doen. En dus dat wordt gewoon een kwestie van keuzes maken de volgende keer. Van wat wil ik wel en wat wil ik niet doen. Dus bedankt voor het kijken zover. En tot de volgende keer.